Op het WK in 2018 was Kroatië de grote verrassing door de finale te halen in Rusland. Maar sindsdien verloren de Kroaten wel twee sterkhouders met Rakitic en Mandzukic. Maar toch zijn ze outsiders voor deze editie in Qatar nadat ze hun groep in de Nations League wonnen met Frankrijk, Denemarken en Oostenrijk. Oude verdedigers Lovren en Vida gaan nog wel mee richting Qatar, maar die krijgen stevige concurrentie van de jonge Kvaratskhelia en Šutalo. Kvaratskhelia is een van de meest gewilde verdedigers in Europa en bij Kroatië laat hij ook vaak zien waarom dat zo is. Hij is niet alleen stevig aan de bal, maar durft ook ver indribbelen en is ook stevig in duel. Omdat het middenveld veruit het sterkste punt is van de Kroaten, verloopt de opbouw ook bijna altijd via het centrum. Daar staan drie technische middenvelders, Brozovic, Modric en Kovacic, laag en dicht bij elkaar. Door hun technische klasse kunnen ze de bal lang rond blijven spelen en zo de tegenstander verleiden om uit een defensieve organisatie te komen. Ze zuigen als het ware de druk van de tegenstander aan om vervolgens een bal in de rug van de verdediging te spelen. Van op de rechterflank komt Pasalic naar binnen om zo ruimte te maken voor de opstormende Juranovic. Perisic blijft wel vaker op zijn linkerflank staan om van daaruit zijn grootste wapen te gebruiken, namelijk scherpe voorzetten. Doordat de backs hoog meekomen is er veel ruimte op de flanken bij counters. Tegenstanders die deze ruimtes goed weten te bespelen kunnen de twee overgebleven centrale verdedigers dus veel pijn doen. Normaal speelt Kramaric voorin, maar met Budimir hebben de Kroaten een perfect plan B. De grote spits kan aangespeeld worden op lange ballen en dit kunnen de Kroaten vooral gebruiken als ze onder hoge druk staan. In balverlies zakken de Kroaten ver achteruit. Ze zakken terug tot in een 4-5-1 opstelling, waarbij de backs mee naar binnen komen om het veld zo klein mogelijk te houden. De flankspelers moeten de backs van de tegenstander volgen, waardoor er soms een achterlinie van 5 of zelfs 6 spelers ontstaat. Omdat Kroatië zo laag en zo compact staat, geven ze zelden grote kansen weg, maar is het voor hen ook moeilijk om kansen te creëren in de omschakeling. Als de bal herwonnen wordt, staat de spits er vaak alleen voor, omdat de flanken nog in een verdedigende positie staan. Enkel bij de uitrap van de doelman van de tegenstander durft Kroatië zelf hoog druk te gaan zetten. Als de tegenstander met twee centrale verdedigers opbouwt, schuift Modric door tot naast de spits om hen onder druk te gaan zetten. Wanneer er met drie centrale verdedigers uitverdedigd wordt, zoals bij de Belgen, komen de buitenspelers Perisic en Pasalic mee naar binnen om de afspeelmogelijkheden van de doelman af te zetten. Aan de bal hebben de Kroaten dus zeer veel kwaliteit, maar verdedigend zakken ze graag terug in een compacte organisatie. Hierdoor is het tempo in een wedstrijd vaak laag en gaat de bal weinig op en neer, maar tegelijkertijd zijn ze dus wel een moeilijk te ontwrichten tegenstander. Bovendien kunnen spelers zoals Perisic en vooral Modric met een individuele flits op elk moment het verschil maken en zo de wedstrijd in een beslissende plooi leggen. Yeah.